En... Zoals ik zei, wat deze plek nodig heeft, is een discobal. Goed dat ik er altijd een extra in mijn kofferbak heb. Geweldig, Neonlicious. We hebben een ladder nodig. Ben zo terug. Dat is mijn jam. Geef maar hier. Je bent lekker bezig, Neonlicious. Niet weer. Als ik een paar zonnebrillen had voor elke keer dat ik aan een discobal hing... Wacht, dat heb ik. Ik help je. Koningelicious, ik ben jarig. Niet echt. Volgende maand pas. Ik wil een taart. Oh, en een chocoladefontein. Geen probleem. Jullie zijn prima zo. We kunnen lekker knus in mijn kamer griezelige verhalen gaan vertellen. Of leuke, vriendelijke, totaal niet enge verhalen. En toen sprong uit de bosjes niemand minder dan de Creepy Crawler. Laten we niet praten over de Creepy Crawler. Ze zeggen dat als je over haar praat, ze verschijnt. Ik moet een nachtlampje hebben. Zeker nu Spooky Ookie Ookie Day eraan komt. Wow, je hebt een zonnebril nodig met dat ding. Geen zorgen. Royal Bee regelt het wel. Ik weet niet of ik kan slapen zonder mijn nachtlampje. Maar ik zal het proberen. Okidoki, welterusten. Griezelig! Veel te griezelig! En nat! Ik zeg het je, de badkuip werd een wastafel. En Lady Diva vond een keuken. Ja, het gebeurt overal in het huis. Het is vast de Creepy Crawler! Nee, het is gewoon het House of Surprises. Weten jullie nog hoe het restaurant een podium werd vlak voor het feest? Echt niet! Er is iemand in het huis en ik denk dat het de Creepy Crawler is. Laten we het restaurant gaan controleren. Als de Creepy Crawler in het restaurant is, gaan we haar vangen. Neonlicious, al die dingen die gebeuren komen door het House of Surprises die gewoon haar ding doet. Er is hier niemand. Of... Creepy Crawlers! Twee ervan! We hebben ze. Huh? Spirit Queen? Countess? Wat doen jullie hier? Je ketchup. Ja, de ketchup in het restaurant is zo lekker. We moesten terugkomen voor meer. Eigenlijk ben ik aan het werk. Ik maak geluidsontwerpen voor een nieuwe film. Dus het is mijn taak om alle geluidseffecten te krijgen. Schreeuwen, naar adem snakken, dat soort dingen. En je zei dat ik altijd welkom was. Dus we kropen naar binnen en deden het potten- en pannen-ding. En de spin. En de vuurkuil. Maar die draaiende kamer, geen idee wat dat was. Het is het House of Surprises. Die doet dat soort dingen gewoon. Al die gekte heeft me geweldige geluidseffecten bezorgd. Hoor maar, je gaat gillen en schreeuwen. Tjo! Is dat niet top? We hebben wat we nodig hebben. Dus ach, 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 het is dag, dag, dag. Boe. Wat? Dat was griezelig. Wat? Oh, ja? Doe maar. Oh, wauw. Ik bedoel, oh nee! Neonlicious, dit speelgoed is veel te cool alleen voor Neon Kitty. Wat? Nee, het is geen speelgoed. Het is Miss Glenn's Glitter Global Medic. Oh nee, nee, nee. Wat is er? Miss Glenn wordt gek als ze weet dat iemand hiermee heeft geknoeid. We moeten het uitzetten. Oh, wacht. De koekjes. Ik moet gaan.
naar de Glitter Global Medic. Maar de koekjes. Meid, zo word je duizelig. Ga naar je vriendin toe. Wij zetten het uit. Oké, maar schiet op. Oh, ik wil niet dat Miss Glam dit ziet. Oh nee, ik zei uitzetten, niet harder zetten. We kunnen de uitschakelaar niet vinden. Blijf proberen. Neonlicious, waar is Miss Glam's water? Nou, je wilt het risico niet lopen te overhydrateren. Oh, ik moest er toch al vandoor. Ik haal even de Glitter Global Medic en vertrek. Ik bedoel, nee, je kunt nog niet gaan. Niet als we zo'n leuk gesprek hebben. Neonlicious, gaat het wel met je? Je lijkt een beetje nerveus. Ik? Nerveus? Helemaal niet. Waarom zeg je dat? Ik herinner me net dat overhydrateren geen ding is. Ik haal het water. Blijf daar. Glitter Global Medic wordt echt een grote hit op het feest. Wat is hier gebeurd? Het spijt me zo, Miss Glam. De Glitter Global Medic begon per ongeluk en nu kunnen we hem niet uitzetten. Maar het goede nieuws is... We willen het kopen. Ik hoop dat je niet boos bent. Dit is niet te geloven. Wat heb je gedaan? Om de Glitter Global Medic zo fantastisch veel bubbels te laten maken. Het is geweldig. Echt waar? Ja, het is een bubbeltopia geworden hier. Maar zo is het wel genoeg, toch? Ik bedoel, hoe zet je het weer uit? Simpel. Glitter Global Medic, het feest is voorbij. Je kunt geweldig goed rolschaatsen. Misschien heb je wat evenwicht nodig. Laten we het proberen met 2 teambladen. Ik ben oké. Oké, gebruik 1 teamblad. Maar deze keer hou je stevig vast met beide handen. Ik ben oké. Oké, haal even adem. Sluit je ogen. Visualiseer jezelf met het dienblad zonder te crashen. Je kunt dit, Roller Chick. Onthoud, wees jezelf. Echt wel. Chick, je bent de mixmeester. Bedankt. Zie je wel? Je kunt iets. Oh ja? Oh, inderdaad. Zeker deze hier. Chocolade voor Lady Diva, vanille voor Swag en aardbei voor Love. Onthoud, wees jezelf. Neon Kitty, waar ben je? We moeten gaan. Nu. Neonlicious, wat doe je hierboven? Ons vliegtuig vertrekt over 5 minuten. Ik kwam mijn... gelukskaart te zoeken. Je kunt het huis niet uit zonder. Hoorde ik je net Neon Kitty roepen? Je bent toch niet van plan om haar mee te nemen naar New Fab City? Nee. Daar ben je, mijn knuffeltje. Zweeg in de andere meisjes zullen het niet begrijpen, maar je gaat, mijn schatje. Nou, City Babe vroeg me om alle make-up te doen voor haar Fashion Week show. En ze wil me in de show om een van haar nieuwe streetwear looks te dragen. Ja, meid. Wow, jij op de catwalk? Hoe glamorous is dat? Ja. Ja. Geweldig. Als je graag voor een heleboel mensen staat... zo blij dat je er bent. Attentie, Queens. Vanwege de drukte op New Fab City Airport wordt de landing uitgesteld tot... totdat de andere vliegtuigen van het asfalt af zijn. Oh, ik moet op tijd naar de modeshow om te oefenen. Want ik heb geen idee hoe ik moet lopen of pruilen.
Je moet kalm blijven. Ik weet het. Even kijken hoe het met mijn lieve meisje gaat. Oh, nee. Wat is er, Neonlicious? Niets. Ik kan alleen mijn waterproof baret niet vinden voor dat onvoorspelbare weer in New Fab City. Baret, waar ben je? Kleine hagelschattige poesvormige baret. Oké. Oké. Neonlicious, rustig. Je hebt nu geen waterproof baret nodig. Maar ik kan nu wel een waterproof tijdschrift gebruiken. Neon Kitty. Neonlicious, heb je Neon Kitty meegenomen? Ja. Waarom? Ik wist dat dit zou gebeuren. Die Kitty Poes had geen toestemming om op te stijgen. Ik weet dat jullie het niet snappen, maar ik ben een beetje bang voor dat hele modelwerk. Ik ben het niet gewend om voor veel mensen te staan. En ik dacht dat, als Neon Kitty bij me was, door haar in de buurt te hebben, voel ik me altijd beter. Je hebt gelijk. Vrienden kunnen je door moeilijke tijden helpen. Ja, ik zeg het je. Er is niks aan om voor een stel mensen te staan. Weet je wat ik doe? Ik stel ze voor met lippenstift op hun tanden. Ik doe dat en ik ben nooit nerveus. Echt? Werkt dat? Ik doe alsof ze net uit bed haar hebben. Werkt elke keer. Weet je, ik word soms nerveus als ik aan het werk ben. Maar ik haal diep adem en zeg tegen mezelf dat het oké is. Het is niet dat ik iets ingewikkelds doe, zoals een vliegtuig besturen. Oh, wacht. Wat dat betreft, ik moet terug naar de cockpit. Ik hou van de automatische piloot, maar... Het punt is... Wij geloven allemaal in jou, Neonlicious. Dus het enige wat jij moet doen, is in jezelf geloven. Weet je wat? Ik denk dat ik het kan. Maak het gangpad vrij. Alle baby's. Neonlicious mag nu vrij door de cabine bewegen. Woehoe! Kom op! Yes! Heel goed, Neonlicious. Je bent zo klaar om te strutten. Dat klopt. We zetten de kat in de catwalk.